zit hier met Willem de Ridder. Willem, kun je jezelf misschien even introduceren voor mensen die denken, ja, die naam die zegt me iets, ik heb hem ooit eens gezien ergens, gehoord. Waar kennen we Willem de Ridder het meest van? Ja, waar kennen we? Iedereen kent me weer op een andere manier. Hè? Ja. Ik heb heel veel radio gemaakt, heb televisie gemaakt, heb kranten gemaakt. Ik heb altijd met media gewerkt. Ja, je bent bijvoorbeeld een van de oprichters van Paradiso. Ja, inderdaad. Ik heb de naam nog bedacht zelfs. En, maar is dit ergens op gebaseerd? Nee hoor, ik kom uit het zuiden des lands. En dat was een of andere cafeetje, die heette Paradiso. Dat vond ik zo'n stomme naam. Ik dacht, dat is een goede naam ervoor. Dus ik ken gewoon plat met die kallen. De Versteinse plat? Of kom je niet uit Limburg? Of, nee, ik kom uit Zetterbosch. Oh, Zetterbosch. Ik praat even Limburgs met je. Maar nee, kom je uit Limburg? Ik kom uit Limburg, ja. Ah, kijk. Een jaartje of 20 woon ik daar niet meer. Oké, dus Paradiso. Je had ook een blad in die jaren. Dat heb je opgericht, hè? Ja, samen met Peter J. Muller. Dat heet Hitweek. Een soort voorloper van de popfoto en de hitkrant en zo? Nou, nee. Het was nee? Voor het eerst dat het een krant was die niet commercieel was. Ja. En waar iedereen in kon schrijven. Je mocht gewoon dingen insturen? Iedereen kon erin schrijven. Iedereen. Ja. Foto's, strips, maakt niet uit wat. Dus er is een hele generatie mee opgegroeid met die krant. Ja, want er was voor de rest niks. Nee. Je had geen internet? Nee, dit was een voorloper van internet, zou je kunnen zeggen. Want het was vrije woord. Je mocht, wat je wil, mocht je publiceren. Alles. En het, in het begin, de oudere generatie was natuurlijk geschokt. Ja. Dat kon helemaal niet. Ze wilden het in het begin ook absoluut niet distribueren. Nee. En toen werd het massaal door jongeren op straat verkocht. En toen moesten ze wel, het liep als een trein. En, wat, en het leuke was ook, de pers die zat natuurlijk in de Randstad. Ja. En die trok ze van de provincie met geen bal aan. Er werd nooit over de provincie geschreven. Nou, ineens al die jongeren uit de provincie begonnen over zichzelf te schrijven. Over hun stadje en over hun dorp. En de hele provincie kwam op de kaart. Zijn er bepaalde bandjes die dankzij dat blad Hitweek landelijk op de kaart gezet werden? Nou ja, ik bedoel, ieder bandje die begon kon zo over zichzelf schrijven. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van een band die daardoor ineens bekendheid kreeg? Ja, ach, ik bedoel, er zijn er zoveel. Ik bedoel, dat hou ik allemaal niet meer bij. Nee. Weet je wel. Dat is ook al lang terug. Het is alweer lang geleden. Ja. Oké, even een stapje vooruit. Je hebt op radiogebied, heb je voor de VPRO heel veel dingen gedaan. Maar je was ook medeoprichter van Talk Radio. Ja, ik heb het mee helpen opzetten. Ik heb het niet opgericht, maar ik heb het wel mee helpen opzetten. Ik heb dus boven Erven Doorns nog mee aangenomen en opgeleid zelfs. Ja, ja, dat was leuk. En Theo van Gogh, die deed daar ook een programma mee? Ja, Theo van Gogh deed er aan mee. En allerlei bijzondere mensen deden daar mee. Ja. Was de tijd daar nog niet rijp voor toen, Talk Radio? Of hoe? Nou ja, kijk. Ik heb heel lang in Amerika gewoond. Een aantal jaren. En daar heb ik het prille begin van Talk Radio meegemaakt. Van echt het prilste begin. Ik heb ook daarvoor het eerste 06-lijnen opgezet. Sekslijnen. Dus ik heb heel veel gepionierd, zou je kunnen zeggen. Ja. En toen het hier in Nederland begon met Talk Radio, was ik natuurlijk meteen geïnteresseerd. En alleen het probleem was, het was een waanzinnig succes. Er werd massaal naar geluisterd. Op de AM zat het, hè? Maar dat was voor middaghoofd, ja. Dat was goed voor praten. Ja, en het leuke was, Veronica zat daar net voor. Ja? Op de 828? Nee, 39. Ik ben het even kwijt nu. Ja, maar ergens op de AM. Op de AM zat Veronica. En toen Veronica ermee ophield. 1395? Ja, dat weet ik nog, ja. Toen heeft dus Talk Radio het overgenomen. En het enige probleem was dat de reclameindustrie, die durfde niet te adverteren. Want? Die waren doodsbang voor terugpratende luisteraars. Ja, stel je voor dat je een advertentie plaatst en iemand belt op en zegt, ja jongens, een kutproduct, jongen. Pas nog, ik heb hem gekocht, nog ging kapot, ze namen niet eens je telefoon aan. Weet je, dat werkt, ja. Weet je, dus dat durven ze niet. Dat durven ze niet. Dus nee. Talk Radio heeft hoe lang bestaan? Nou, het is op een gegeven moment verkocht aan BNR. Hè? BNR Business, Radio. Business News Radio, weet je. En heb je daar nog wat voor gedaan? Nee hoor. Nee? Nee, dat interesseert me niet. Nee. Ik ben niet voor nieuws. Dat interesseert me geen klap. Je bent meer voor het vrije woord. Ja, en het allerbelangrijkste is natuurlijk, en daar gaat het in feite over,
is passie. Kijk, als jij radio met passie maakt, dan zit iedereen gepassioneerd te luisteren. Ja. Als het bij jou echt is, is het voor de luisteraars echt. Ze voelen dat door de radio. Voel je meteen. Ja, ja. Iemand die alleen maar radio zit te maken omdat het een business is. Nou ja. dat horen we nu zoveel, weet je wel. Ik ken heel veel mensen die nooit meer naar de radio luisteren. Ja? Omdat het ze niet meer raakt? Het raakt ze niet meer, nee. Nee, nee, het is een formule, hè. En wat zouden wij radiomakers dan kunnen doen om dat te verbeteren? Om nou, radio echt doen wat je echt leuk vindt. Ja, maar ja, je zegt zelf al, de commercie bepaalt, ja, punt. Ja, dat is klaar, dus ja. saai. Want de adverteerder wil deze doelgroep bereiken, mannen 2034. Ja. Dan gaat de radio onderzoeken wat de muziek is die mannen 2034 graag willen horen. En die platen draaien we. Ja, ik weet het precies, jongen. Ik ken de formule. Ja. Nee, ik ben met je. Maar het leukste, ik heb zelf ook een jaartje of 3-4 nachtradio gemaakt. En 's nachts met een koffertje met cd's binnengekomen. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is, hè. Ja, dan wordt het meteen al een stuk relaxer. Intiem. Want dan hoeft er niet zoveel meer. Ja, geen reclame. Dan gaat het ook niet meer over de reclame. Ja. En dan kun je ineens weer, zeg maar, helemaal uit je dak gaan. Ja. Nou, en als je uit je dak gaat, dan merk je ook dat de luisteraars helemaal meegaan. Ja, klopt. Je hebt natuurlijk niet zoveel, want iedereen slaapt. Ja. Maar je hebt toch een hoop luisteraars die dan helemaal genieten. Ja, en die jaren later nog een keer bellen en zeggen, joh, je hebt me toen echt door die nacht heen gesleept. Ja, geweldig. Ja, dat is heerlijk. Nachtluisteraars zijn de mooiste luisteraars die je kan hebben. Ja. En Willem, en nu? Je hebt de Willem de Ridder omroep. De Ridder Radio. Ridder Radio. Ja. Je bent maar gewoon je eigen radiostation begonnen. Al heel lang geleden, ja. Dat is eigenlijk ook voor het eerst dat dus, maar mensen thuis achter hun computer radiootje kunnen spelen. Ja. En dan kunnen de luisteraars terugchatten. En dan praat degene die radio maakt ook terug. Ja. Dus je hebt direct contact. Interactief. Dus het gaat niet meer om de hoeveelheid luisteraars. Het interesseert ons geen klap. Het gaat meer om het genieten. Ja. Nou, daar wordt heel goed naar geluisterd en... ja, er zijn een heleboel mensen die al jaren radio maken. Binnenkort gaan we weer een hele berg nieuwe mensen aansluiten. En we zijn bezig met een televisiestation. Dat heet de WDRO. Ja. .tv. Dat betekent de Willem de Ridder Omroep. Ja. .tv. En dat, dat zijn nu nog zijn dat een groot aantal interviews en gesprekken en verhalen en films en nou ja, de meest bizarre dingen die je normaal op televisie nooit ziet. Ja. En er wordt heel veel naar gekeken, moet ik zeggen, tot mijn grote verbazing. En op een gegeven moment, want het is iets wat absoluut niet commercieel is ook, mensen werken er gratis aan mee en zo, gaan we live televisie maken. En dan kun je dus ook weer terugchatten en dan praten ze vanaf het scherm terug. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, nee, en wanneer is dat? Nou ja, zodra het rond is. Hè, dat we hebben daar nooit een timing voor. En, met we bedoel je? Er zijn een aantal jongens die opgegroeid zijn met mijn radio. Ja. Want ik heb ook jaren en jaren heb ik op Radio 100. Dat was een illegaal radiostation. Dat heette toen nog zo. Vrije radio. Heb ik elke zondagavond 2 uur lang radio gemaakt. Dan had ik altijd een gesprek met iemand. Interview. Nou ja, meer gesprek en iedereen kon opbellen en meedoen en zo. Het was ontzettend gezellig. En dan hoorde je ook dingen die je nergens anders hoorde. En daar werd massaal naar geluisterd. Echt massaal. Ja? Ja. En was illegaal? Piraat? Nou ja, we hielden ons natuurlijk niet bezig met legaal en illegaal. Wie bepaalt nou wat legaal is, weet je wel? Dat is een of andere club die zegt van, dit is legaal. Weet je wel? Belachelijk. Maar dat was in de tijd dat het nog kon. Eind jaren 70 of zo? Ja. En dat, dat werd massaal naar geluisterd. Dat is een hele generatie heeft ermee opgegroeid. Maar waar had je het dan over? En nou ja, over van alles en nog wat. Ik bedoel, we hebben zelfs programma's gemaakt. Een tijd lang waarin iedereen zomaar kon bellen. Er waren vooral tieners die belden. Nou, en ja, die namen zelf het woord. Die namen gewoon de radio over. Vragen over seks, kan ik me dan voorstellen. Ook, ja, we hebben ook seksradio gemaakt natuurlijk. Dat was ook fantastisch. Hadden we een aantal leuke dames. En dan kon je bellen. En dan moest je ze zien te verleiden. Op de radio. Ja, en dan bleek ook hoe ontzettend bang mensen, vooral mannen, zijn voor vrouwen. Ja, is dat zo? Oeh.
Want als je namelijk, als je de boel een beetje probeerde te verstieren, dan krijg je op je donder van die dames. Ja. Nou, dat was niet gering hoor. Kon de mannen niet tegen. Daar zijn ze bang voor. Ja. Vrouwen zijn behoorlijk potent, zoals je weet. Ja, daar ben ik alles van. Ik ga dit onderwerp nog even opschrijven, want ik word er een beetje bang van, Willem. Nee, dat is overdreven. Even om dit gedeelte van het interview af te sluiten, en ik wil het zo graag nog even met je wat over wat diepere zaken hebben. Je hebt heel veel voor de VPRO Radio gedaan. Je zou denken dat iemand met zoveel wijsheid en zo'n cv achter zijn naam overal gevraagd wordt om nog te praten. Doe je dat ook? Geef je talks, seminars? Wat doe je nu, behalve het internet gebeuren? Nou ja, ik heb gisteren toevallig heb ik een verhaal verteld in een zaal in Den Bosch. Ze hebben afgeladen. Mm-hmm. 4 dagen geleden was ik in Groningen. Daar heb ik een toespraak gegeven over spiegelologie. Dat was afgeladen werkelijk. Ik kwam naar Zwolle toe, kwamen ze naartoe. Ja. Fantastisch. En het komend weekend ga ik een workshop geven in de Ardennen. Uh-huh. Er komen heel veel mensen uit België en zo komen dan. En ja, ik doe nog steeds elke week een interview op Salto. Lokale omroep van Amsterdam. Ja, A1. Dat kun je ook via internet bekijken. Ja. En ja, het gaat maar door. Ja. We zijn nog bezig met de WDRO natuurlijk, .tv, met Brille Radio. En heb je er allemaal nog plezier in, Willem? Anders zou ik het niet doen. Ja. Ik zeg altijd zomaar, het mag niet in werk ontaarden. Nee, als het op werk gaat lijken, stop ik ermee. Nee, dat vind ik niet lekker. Weet je. Nee. En als het voor jou niet lekker voelt, voelt het voor de ander ook niet lekker. Nee, dat heb je feilloos door als mensen alleen maar voor poenradio zitten te maken. Of wat dan ook doen, wat creatief is. En in de Melkweg vertel ik elke eerste dinsdag van de maand nog steeds een verhaal. Ja, je bent ook verhalenverteller. Ja, heerlijk. Ja, ik heb een aantal cd's van jou thuis. Eén, moet ik eerlijk zeggen, zit nog in plastic. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Dat is het verhaal van, en dan moet je me even helpen. Ja, ik heb zoveel verhalen. Ja, maar die is in zo'n groot luisterboek uitgebracht. Je hebt er één, die gaat over het leven als sprookje. En die andere... De Panchatantra. Juist, die. Ja, die heb ik toen de tijd, heb ik die eens op de VPRO-radio verteld. Mm-hmm. 2 delen heb ik verteld. En weet je hoe lang 1 deel duurde? Nou? 4,5 uur. Ai. Moet je je voorstellen, toen was het nog mogelijk. Had je een programma, ja, waarin ik alleen maar een stem hoorde. Ja. En vertelde ik 4,5 uur, onafgebroken, zonder nieuws, zonder commercials, een verhaal. In de ether. Aan de ether, er werd massaal naar geluisterd. Ja, mensen vinden het prachtig omdat iemand hun een verhaal vertelt. Ik kreeg brieven van een handelsreiziger die had 2,5 uur in zijn auto voor het huis van een klant gezeten, kwam er niet uit. Hij wilde afhoren. En nog 1 keer de titel, want die cd is nog steeds te koop. Ja, 2 delen zijn te koop. Ja. Panchatantra. Mm-hmm. Het is een oeroud Indiaas verhaal. Dierenverhalen. Het zijn verhalen in verhalen in verhalen in verhalen. Daar komen onze fabels van La Fontaine vandaan. En dat betekent 5 verhalen. En dat zijn de eerste 2 verhalen. Oké. Okay. Dus de eerste heet Hoe je vrienden maakt. En de tweede Hoe je vrienden verliest. En het zijn verhalen voor prinsen. Hoe ze met de macht omgaan. Hè? Ja. Net zoals jij dus. Oh. Zo. Dat is een mooi compliment. Zo zal ik het althans maar opvatten. Willem, we gaan even een drankje doen. En dan praten we zo verder als je het goed vindt. Tuurlijk, jong. En dan gaan we even dieper op de zaken in. En met name op je spiegelologie, de fanclubs en het leven als sprookje. Yo! Ik zit hier nog steeds met Willem de Ridder. En Willem, jij kwam op mijn pad, voor zover er iets bestaat, dankzij een aantal cd's. Onder andere de spiegelologie. Kun jij uitleggen wat de spiegelologie inhoudt? Waar gaat het over? Er is een boek van, er is een cd van. Wat houdt het in? Wat bedoel je ermee? Ja. Kijk, toen ik op een gegeven moment sprookjes begon te vertellen. Dus oeroude toververhalen, zeg maar. Die al eeuwen en eeuwen en eeuwen ongewijzigd van generatie op generatie doorgegeven werden. Mm-hmm. Zonder dat ze ooit opgeschreven werden. Toen was ik er in het begin een beetje bang voor. Want ik dacht, ja, sprookjes voor kinderen, weet je wel. Terwijl vroeger werden ze helemaal niet voor kinderen verteld. Maar ze zijn pas voor kinderen geworden toen de schoolplicht kwam. En iedereen moest leren lezen en schrijven. Ja, en toen werden ze gezien als verhalen voor analfabeten. Mm-hmm. En de enige analfabeten die we nog kenden, waren kinderen. Dus er zijn er schrijvers gekomen, die hebben ze opgeschreven. Genoteerd uit de mond van oude boeren en boerinnen die ze nog kenden.
En die hebben er kinderverhalen van gemaakt. En voor het eerst in eeuwen hebben ze veranderd. Mm-hmm. Want door een roosje ken je maar voor de helft. Door de? Door een roosje. Ja. Ken je dat verhaal? Ja, ken ik, ja. He? Die slaapt er 100 jaar, weet je nog. Mm-hmm. En dan komt er een prins, die kust haar wakker. En ze mm-hmm. leven nog langer gelukkig. Nou, ja. Mooi niet. Dat is maar de helft van het verhaal. Wat is het hele verhaal? Nou, ze is al lang zwanger voordat ze wakker wordt. Ja. En dat vertellen ze er niet bij. Nee, en er komt zelfs kannibalisme in voor. In het verhaal van Doornroosje? Ja, nou, ja. Niet zo'n beetje ook. Er is een kindvriendelijke versie van gemaakt. Ja, belachelijk. Ja. Belachelijk. Maar goed, ik begon dus dat soort verhalen te vertellen. Op een gegeven moment in zalen. En tot mijn grote verbazing zaten die zalen afgeladen met volwassenen. Ja. En dan vertelde ik dus... Ja, sprookjes zijn niet voor kinderen. Want ze vroegen aan mij na afloop, Willem, hoe kan het nou dat wij helemaal ademloos met de duim in de mond naar een kinderverhaal zitten te luisteren? Ja. Zei, kinderen bestonden vroeger niet eens. Ze zijn door Walt Disney uitgevonden. Het is echt zo dat sprookje betekent niet leugens of zo. Of niet waar. Als ik tegen jou zeg, je vertelt sprookjes, betekent die liegt. Ja. Sprookje betekent dat wat gesproken wordt. Ja. Zagen betekent dat wat gezaakt wordt. Ja. Zelfs mythe, van het Griekse mythos, betekent dat wat verteld wordt, hoe het leven werkt. Ja. Dus die sprookjes zijn waar. Die vertellen in principe al eeuwen en eeuwen hoe jouw leven werkt. En niet zo'n beetje ook. Ja. En kun je bijvoorbeeld vertellen het verhaal van Doornroosje, wat daar dan uiteindelijk eigenlijk mee bedoeld wordt? Nou ja, als we daar, dan zitten we hier morgen nog. Maar oh, geeft niks. Die mensen vroegen dus, hoezo? Zijn er dan kabouters? Ik zei, ja, er zijn kabouters. Kijk, jij bent geboren uit een heel klein celletje in de baarmoeder van mama. Dat is een heel intelligent wezen. Dat kon je met je blote oog niet eens waarnemen, maar dat zat je al helemaal in. Ja. Alles wat hier zit achter de microfoon zat er al in. En niet zo'n beetje ook. Ja. Nou, en ze hebben ontdekt dat die kleine... cel in contact staat met alle andere cellen in het hele universum. Ja. Dus je kunt spreken van een zeer intelligent wezen. Ja. Heeft niet eens een computer voor nodig. Nou. Dan gaan vader en moeder met elkaar naar bed. Want we hopen dat het leuk was. En dan wordt die cel die wordt bevrucht en die gaat exploderen. Dan komen er 2, 4, 8, 16. Ja. Dat gaat er heel snel. En op een gegeven moment is er een klein kind. En die heeft inmiddels al miljoenen cellen. En nu heb je dan miljarden, zoals je hier zit. Nou, dit zijn allemaal intelligente wezens, nog steeds. Mm-hmm. Met zakenrelaties kun je alleen maar van dromen. Nou, en ze hebben maar één functie, ze staan tot jouw dienst. Dus als jij roept, dat lukt me nooit, roepen ze in koor, komt in orde. En het lukt je nooit. Ja. Dus, met andere woorden, je bent een prins, of een prinses, of een... koning of een koningin, met een enorm leger. Je hoeft maar een bevel te geven, het wordt opgevolgd. Ja. Je zit helemaal vol met kabouters die meteen in de gang gaan voor je. Ja, dat is een mooie vergelijking. Je bent als het ware een geest in de fles. Je hoeft maar een wens uit te spreken en your wish is my command. Ja, en daar wijzen al die sprookjes naar, of een aantal daarvan. Ja. Daarom kennen we ook altijd mensen die altijd een parkeerplaats voor de deur vinden. The secret. Ja, ja, the secret. Dat is helemaal geen secret. Ze hebben het geheim gehouden, inderdaad. Om jou je macht te ontnemen. Ja. Snap je? Maar het is in feite zo dat... jij bepaalt wat er in je leven gebeurt. Door middel van denken? Nou ja, kijk, denken, dat deed je nog niet als kind. Mm-hmm. Hè? Dat hebben ze geleerd. Dus al die woorden die wij nu uitspreken en die jij nu denkt, zijn allemaal aangeleerde nonsens. Ja, want dat vind ik mooi. Goed, leugens. Goed dat je daarover begint. Dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Ik heb die cd Het Leven als Sprookje nou een paar keer beluisterd. De laatste keer voor een half jaar terug of zo. En wat jij vertelt is dat een hoop gedoe ook begonnen is op het moment dat we het alfabet zijn gaan gebruiken. Toch? Dat we zijn gaan denken in taal in plaats van beelden. Of hoe bedoelde je dat? Ja, nou kijk, het is natuurlijk zo dat, dat als kind heb je gevoel. Intuïtie. Nou ja, je kunt het ook intuïtie noemen. Kijk, als jij uit die baarmoeder komt, heb je een vijftal uitermate belangrijke eigenschappen. Ten eerste, je hele lijfje werkt vol automatisch. Net zoals die hele groei in die baarmoeder ook vol automatisch gaat. Of moeder echt niks aan te doen. Heb je niks aan te doen, nee. Nou,
Dan kom je er op een gegeven moment uit. En dan heb je behalve dat je volautomatisch werkt, heb je ook nog gevoel. Wat is gevoel? Gevoel is in feite het functioneren van dat lijfje. Dat kun je ervaren, dat kun je voelen, noemen wij zo. Uh-huh. Nou, dan heb je een hele belangrijke eigenschap, is dat je luistert als kind naar het gevoel. Je doet precies wat het gevoel aangeeft. Ja. Dat weten we ook wel, want als wij een kind forceren om tegen zijn gevoel in te gaan, dan het hele lijf sloot op tilt van... Ja. Geen land meer te bezeilen. Daarom in het begin, laten we ze maar spelen. Ja, laat maar ze gaan gaan. Precies. Ja. Doen wat ze leuk vinden. Ja. Doen we weer gevoel volgen. Ja. Ja? Nou, dan hebben ze dromen en dagdromen, volop. Vanaf van meet af aan. Nou, dan gaan we ze leren denken. En praten. En lezen. En schrijven. En vanaf dat moment worden gevoelens onderdrukt. Dan zeggen we, alles gaat volautomatisch? Nou, vergeet het maar. Je moet hard werken voor alles. Precies, het leven is moeilijk. Je moet hard werken om iets te bereiken in het leven. Ja. Kijk maar naar papa, die heeft het niet druk. Die heeft het druk, 3 keer. He? Of niet soms. Nou, als je dat gelooft als kind, dan roepen al jouw cellen in koor, oké, komt in orde. En voor de rest van je leven moet je, als je ook maar iets wilt bereiken, keihard werken. Of niet soms. Dat is wat je aangeleerd wordt door de maatschappij. Ja, precies. Ja. Nee, sterker nog, als het per ongeluk makkelijk gaat, word je helemaal ongerust. Hoe kan dat nou? Ja, denk je, ja. Dat is wel erg makkelijk. Ik doe iets fout. Die kan niet kloppen dit. Nee. Nee. Dan ga je net zo lang zoeken tot het moeilijk blijkt te zijn, ben je helemaal opgelucht. Zie je, zo makkelijk is het niet. Ja. Toch? Ja, ja, tuurlijk. Nou, precies. Ja. Dus met andere woorden, ze maken je leven meteen moeilijk. Ja. Nou, en dan zeggen ze, gevoel, heb je geen bal aan, dat is meer voor vrouwen, hou je kop er maar bij. Ja. Goed dus nadenken. Gevoel wordt afgeleerd. Ja, nadenken over alles wat je dus doet. Wat doen ze? Ja. Ze geven elk gevoel onmiddellijk een naam. En het moment dat je een naam aan het gevoel geeft, zit je voor de rest van je leven met die koppeling vast. Mm-hmm. Elke keer als je die naam hebt, bop, ze gevoel doen. Elke keer als je dat gevoel hebt, bop, is je naam doen. Ja, en ga je proberen weg te drukken of weg te rationaliseren? Of... Nou, daar kom je niet eens toe. Nee. Zo is het. Dat leren ze op school al, hè. Ze hoeven maar een nummer te noemen en je voelt je al kloten of geweldig. Je bedoelt het cijfer wat je krijgt. Precies. Als ik tegen jou zeg van, nou, dit gesprek was een 4. Ja. Dan weet je, dan hoef ik verder niks te zeggen, dan weet je precies wat ik bedoel. Tenzij we in Duitsland wonen, hè. Daar, als je een 1 krijgt in Duitsland, ben je maar blij. Ja, dan ben je blij, maar goed. Precies. Dat is de associatie, ja. En in Duitsland of in België, als je daar een 10 krijgt, dan denk je, shit, had een 10-20 moeten zijn, ja, weet je? Ja, ja. En in Amerika en Engeland is het A, B of C. Ja. Dus het is een volstrekt willekeurige connectie die je maakt. Ja. Snap je? Oké, vertel verder. Maar heb jij ook een idee over hoe het schoolsysteem dan wel goed zou kunnen functioneren? Zoiets als de Montessori-school, vind je dat beter? Nou ja, er zijn natuurlijk nieuwe systemen aan het komen. Omdat mensen al beginnen te beseffen dat de manier waarop wij opgevoed worden onze macht ontneemt. Ja. Wij denken gewoon, dat hebben ze ons wijs gemaakt, dat mensen over ons kunnen denken bijvoorbeeld. Ja? Maar dat is de grootste leugen ooit. Ze kunnen jou niet eens zien. Als ik naar jou kijk, zie ik mijn beeld van jou. Jouw verhaal. Iemand anders ziet iets heel anders, hoor, echt. Ja. En ik kan hier zijn of haar kop kruipen om te kijken wat hij daar ziet. Ja. Maar het punt is wel, als jij mij een lul vindt, zie je een lul. Ja. En niet zo'n beetje ook. Hè? Ja. En je voelt je ontzettend lullig. Je denkt, shit, ik heb die lul uitgenodigd. Heb je die eikel weer? Ja. Ja. En dan op een gegeven moment loop je weg. Hebben we geleerd van weglopen, dan ben je er vanaf. Nou, mooi niet. Je zit er voor de rest van je leven aan vast. Want je komt thuis, hoe was het? Ach, die lul, nog steeds. 10 jaar later kan jij Willem er. Ach, hou op die lul, joh, heb ik toen eens geïnterviewd. Voor de rest van je leven. Ja, en wie heeft er het meeste last van? Niet Willem de Ridder. Nee. Ik. Nee, precies. Jij hebt jezelf een slachtoffer gemaakt. Ja. Ik kan jou zomaar een afschuwelijk gevoel geven. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Er is niets voor te doen. Nee, nee. Wat ik bedoel? Ja. En wij hebben onszelf gewoon vastgezet, want je hoeft maar een. Je hebt een gevoel en dan geef je een naam aan, dat projecteer je op mij, dus je kan niks meer doen. Ja. Maar het is al lang duidelijk, ook wetenschappelijk, dat die ogen van jou zijn de enige zichtbare stukjes hersens. Die zitten direct verbonden met de hersens. En daar vallen lichtdeeltjes op en dan worden binnen in die hersens voor de beelden gemaakt. Niet buiten, beelden, die binnen. Ja. Maar als jij naar bed gaat reikt, je gaat slapen, zie je ook beelden. Zo, ja? En je hebt je ogen dicht. En je hebt je ogen niet eens open. Nee. En
Je gelooft dat ze echt zijn. Ja. Tot je wakker wordt, zeg je, oh, het was maar een droom. Ja. Alsof dit geen droom is. Snap je? Dus in feite worden die beelden binnengemaakt. Ja. En je projecteert het zogenaamd buiten jou. Ja. Dus in feite is wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij geleerd hebt, bepaalt wat jij ziet. Ja. Je kijkt altijd door het bril van het verleden of door wat je aangeleerd is. Ja, tuurlijk. Of iemand vindt. Als jij direct iemand ontmoet en iemand heeft jou uitgelegd, die man heeft 5 mensen vermoord, ga je hem heel anders zien. Ja, of die heeft 5 mensen uit een brandend huis gered. Ja, ja. Precies. Precies. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van de grootste leugen die ze je ooit verteld hebben, dat mensen over jou kunnen denken. Ja. Nou, en weet je wat de grootste angst in het Westen is? Ja, je hebt het verteld op een van die cd's, maar het is mooi als jij het vertelt. Nou, de grootste angst in het Westen is praten in het openbaar. Ja. We zijn als de dood dat we afgaan, dat we belachelijk gemaakt worden. Dat ze ons uitlachen, stom vinden, weet je wel. Ja. Dat we voor de rest van ons leven het verprutst hebben, weet je wel. Dus moet je je voorstellen in wat voor een terreur je dan leeft. Angst, constante staat van angst. Constante angst van, om niet af te wijken, om erbij te horen. Ja. Terwijl niemand kan over jou denken. Nee. Alles wat ze over jou denken gaat over henzelf. Ja, het is altijd projectie. Hè? Dus het is niet van belang wat zij over jou denken, het is belangrijk wat jij over hen denkt. Ja. Als jij een telletje klootzakken vindt, zit jij te lijden. Nou, dan heb je jezelf mooi bij de ballen. Ja. Maar als jij echt, zeg maar, hen een aantal schatten vindt en je geniet van ze, heb je een heerlijk leven. Ja, maar het is wat je zegt, het begint bij jezelf. Als je jezelf van alles verwijt, als je van jezelf vindt dat je niet goed genoeg bent, als je van jezelf vindt dat je anders had moeten zijn, dan vind je dat automatisch ook meteen van de buitenwereld. Precies. En als je dus de ander laat vallen, laat je jezelf vallen. Ja. Want kijk, ze hebben dus al lang uitgevonden dat als jij zo'n klein celletje onder een microscoop legt, zijn het dus atomen. Nou, die atomen onder nog een sterker microscoop zijn elektronen, neutronen. Kwarkjes, ja. En op een gegeven moment krijg je kwarkjes. Ja. Nou, toen ze de kwark ontdekten, als je in het Prisma woordenboek bij kwark kijkt, staat er onbegrijpelijk kleinste deel van het universum. Zeg je onbegrijpelijk? Ja. Want wat bleek? Het bleek er geen deeltjes te zijn, maar pure energie. Ja. Wat reageert op degene die ernaar kijkt? Okay. Juist. Ja. Dus iedereen was in shock, want dat zou betekenen dat jij en ik er niet eens zijn. Dat we pure energie zijn. Ja. Hé. Hey. Toen hebben ze dus inderdaad heel veel andere onderzoek gedaan om te kijken of het wel klopte. En als ze een bepaald idee hadden, bleek dat idee te kloppen. Ja. Dus vandaar dat als jij mij een lul vindt, zie je een lul. Die kwarkjes die geven jou precies wat je maar wil. Dus jij creëert de wereld aan jouw beeld en gelijkenis. Ja. Hé, nou jij weer. Ja, heel machtig. En een film die hierover gaat is What the Bleep Do We Know. Die zul je ongetwijfeld ook gezien hebben. Waarin dit hele verhaal uitgelegd wordt. Maar ja, maar nu op dit moment komt het ene boek na het andere uit. Iedereen is met die quantumfysica bezig. Ja, precies. Ja. We hebben dus ontdekt dat alles energie is. En heel belangrijk is dus om te beseffen dat de wetten van de energie zijn heel simpel. Alles waar je energie in stopt, groeit. Dat weet je ook wel. Dus als jij die exclusieve auto koopt, die niemand heeft, en je gaat er heel trots in rijden, dan zie je hem overal. Zie je hem overal? Ja. Ja? Ja, zo. Mijn dochter wil graag een Vespa, ze is de hele dag Vespa, ik niet, maar zij wel. Ja. Maar omgekeerd is ook zo, als jij een probleem hebt, en je gaat tegen het probleem vechten, wat doe je dan? Ja, dan maakt het alleen maar groter. Ja, dus je stopt ontzettend veel energie in het probleem en het probleem groeit. Je erkent het probleem, je maakt iets tot een probleem eigenlijk. Juist, exact. Ja. Dus er wordt steeds meer. Ja. Dus het stomste wat je doen kunt, is tegen een probleem gaan vechten. Ja. Je kunt dus beter energie stoppen wat je wel wil. Ja. Want dan gaat dat groeien. En je daarop richten. Ja, en voor de rest, je hoeft je niet eens druk te maken, want het gaat vanzelf. Ja. Want alles gaat vanzelf, zoals ze weten. Nou ja, dat zeg je nu wel. Maar toch heel veel mensen denken dat zij aan het roer staan van het leven. En dat zij beslissingen moeten nemen. Dat zij hard moeten werken om alles voor elkaar te krijgen. Ja, dat is allemaal geloof. Ja, dat is allemaal overtuigingen, zoals dat heet. Hebben ze helemaal wijs gemaakt. Ja, maar dat wordt wel iedere dag natuurlijk opnieuw bevestigd door... Ja, maar dat is alleen maar omdat je erin gelooft. En dan wordt het bevestigd. Ja, het begint bij jezelf. Als jij denkt dat Amsterdam een gevaarlijke stad is, nou, dan reken maar dat je voortdurend daar gevaar ziet, hoor. Ja, je vertelde een mooi verhaal over een man die op zijn werk constant geslagen werd. En hij dacht, nou, ik stop met deze baan. En hij was nog niet bij een andere baan begonnen. Hij kreeg daar ook alweer overal klappen van iedereen. Ja. Nee, precies, je vraagt erom. Ja. En wat dat betreft word je dus helemaal gesteund.
In wat je eigen overtuigingen zijn. Juist. Ja. Het is gewoon zo. Waarom heeft de een altijd geluk en de ander pech? Ze hebben zelfs statistisch uitgevonden. Van alle mensen met pech. Mm-hmm. Ja. Heeft 4% van al die mensen. Heeft bijna 48% van alle pech. Dat is veel, ja. Ja, dat zijn die mensen die de hele dag roepen. Ik heb altijd pech. Ja. Altijd pech. Kijk, precies. Hier, dat gebeurt weer. Zie je? Het gebeurt maar altijd. Ja, altijd. Ja. Steeds, altijd, steeds, nooit. Ja. Je kent het wel. Waarom sta ik toch altijd in de file? Ja, waarom, precies. Ja, zo gaan we. Waarom heb ik nooit geld aan het einde van de maand? Ja. Ik heb bijvoorbeeld never, nooit niet een baan gehad. Eén keer om het af te leren. En ik dacht, dat doe ik nooit meer. Nee, niet en zeker voor die stomme geld. Ik heb ook maar geld. Ik heb jarenlang zonder geld geleefd. Ja. Nou jongen, ik deed de leukste dingen. Ja. En ze lukten. Ja. Want dat is het hele punt namelijk. Qua gevoel. En we hebben ons gevoel helemaal onderdrukt. We letten er niet eens meer op. En als we zeggen, ik voel, dan bedoelen we, ik denk. Weet je wel. Het is allemaal denken. Die kop heeft alles overgenomen. En daar hebben ze ons 20 jaar voor getraind. Hè? Op scholen en op thuis en... En je krijgt cijfers, weet je, tot je op een gegeven moment er helemaal bij hoort. En oh, als je afwijkt, hè, dan ben je gek. Ja, nee, dan ben je stom. Dan hoor je niet meer bij. Ja. Dus je mag ook niet afwijken. Dus je zit helemaal zo vast als een huis. Je bent helemaal geïndoctrineerd en zo werkt het. Ja, en niet anders. En als je naar Italië gaat, werkt het weer anders. Ja. Ga je naar Griekenland, weer anders. Ga je naar India, weer helemaal anders. Ja. Etcetera, etcetera. Dus het zijn allemaal verhalen. Die we dan cultuur noemen, met de nadruk op kul. Weet je wel? Ja. Heb je? En dat is dus het hele punt. En dat begon ik op een gegeven moment toen ik had nooit een baan en ik klaagde nooit. Nee. Ik had de tijd van mijn leven. Ja. En ik hoorde al die mensen met geld voortdurend klagen. Ja, die waren niet gelukkig. Nee, precies. Nee. En die hadden geleerd van als je het helemaal gemaakt hebt, dan ben je er. Ja. Maar waar ben je dan? Ja. Dan zat je in zo'n villa, weet je wel, met een hoop geld op de bank en twee auto's en... Ja. En je voelde je kloten. Nog steeds niet gelukkig. Nee, precies. En dacht je, wanneer komt het nou eindelijk eens, weet je wel? Dan ging je op vakantie. Nou, leuk. Had je daar weer de stress van. Ja, dan klopte daar weer van alles niet. Nee. Dan ging je in het buitenhuis. Nou, moest je dat helemaal verbouwen. Dan ja. Nou ja, het hield niet op. Ja. En we denken dat, weet je wel. En elke advertentie zie je mensen die helemaal glimlachen, gelukkig zijn. Omdat ze dat hemd gekocht hebben. Of die auto. Of dit die en broek. Dit. Of En jij bent het levende voorbeeld van dat het daar allemaal niet in zit, gelukkig. Nee, dat is belachelijk, te belachelijk voor woorden. Ja. Dus met andere woorden, toen ik die verhalen begon te vertellen, begon ik dit soort dingen te vertellen. Ja. En mensen die zaten ademloos te luisteren, die herkenden het me al te goed. Ja. Alleen, weet je, het probleem was dat ik paste het zelf niet toe. Je kunt er wel leuk over praten. Ja. He, dan zei ik dus, kijk, als ik de ander laat vallen, laat ik mezelf vallen. Dus pas als je de ander accepteert als totaal perfect. Ja. Dan pas accepteer je jezelf. Ja, ik zag daar laatst wel een mooie spreuk over. Als je jezelf laat zijn, laat je de ander ook de ander zijn. Ja. Het werkt precies die twee kanten op. Precies. En dan liep ik s'avonds na de voorstelling buiten. En dan zag ik de ene klootzak naar de andere. Ja. Willem, hou dit even vast. Ik moet even het rolletje gaan verwisselen. Tel even tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, je vertelde net... Je vertelde iedereen van het leven, het is een sprookje, het gebeurt allemaal vanzelf. Je hoeft je niet druk te maken, geld is ook maar een verzinsel. Maar goed, zelf had je nog wat issues blijkbaar. Ja, nee, kijk, het punt was, ik vertelde dan aan de hele zaal vol met het publiek, dat vlak voordat ik met een verhaaltje begon, een sprookje, dat alles energie is. En dat alles waar je energie in stopt, groeit. Dus... Daarom werken diëten ook niet. Hè? Als jij een libelle of een Magritte dieet gaat volgen, dan word je steeds dikker. Want, waar stop je de energie in? Wat zeg je voortdurend tegen jezelf? Ik ben te dik. Te dik, ja, dat wordt bevestigd. En het roepen alle cellen in koor, komt in orde. Ja. Vandaar ook dat ze je op een gegeven moment wijs hebben gemaakt dat je als kind moet verbeteren. Weet je nog? Dat je niet goed genoeg bent. Juist, dan zeg je dus tegen jezelf, ik ben niet goed genoeg. En we roepen de cellen in koor, komt in orde. Ja. En je bent nooit meer goed genoeg. Heb je? En zo gaat het maar door. Dus wij hebben geleerd dat de natuur perfect is. De zon valt echt niet te verbeteren. Nee. De maan ook niet, zo'n boom ook niet. Zo'n grasprietje ook niet, zo'n miertje moet je kijken, wat een perfectie. Ja. Alleen er is één uitzondering in de natuur en dat ben jij. Dat zijn de mensen. Ja, wij deugen dus voor geen meter. Ja. Wij moeten dus voortdurend verbeteren.
Ja. Nou, als je dus moet verbeteren, ben je alsmaar tegen jezelf aan het zeggen, ik deug niet, ik deug niet, ik deug niet, ik deug niet. Ja, bijzonder, hè? Ja. Dus, je kent maar heel weinig mensen die vinden dat ze deugen. Ja. Of je deugt pas als. Altijd voorwaarden. Ja, oh, zeker, zeker. Als dit en dit en dit en dit en dit en dit. Ja, en dan nog, als je dat dan tegen ze zegt, zeggen ze, nou, nee, het valt wel mee, hoor. Dat geloven ze zelf niet. Nee. Ik ken mensen die hebben de top van de ladder bereikt, de topdirecteur van een gigantisch bedrijf, en die vinden zichzelf het stomste creatuur van de wereld. Maar toch is dat lijden, Willem. Ik bedoel, heel veel mensen leven in zo'n staat van constant lijden. Ja. Constant denken dat ze niet goed genoeg zijn. Ja, precies. Maar dat hebben we geleerd. Ja. Dat hebben we dus geleerd. En dat is met autorijden ook. Als je het helemaal geleerd hebt, leer je het nooit meer af. Is er een manier om het af te leren? Nou ja, kijk, dat zat ik dus ook mee, weet je wel. Op een gegeven moment kreeg ik een uitnodiging om alleen maar een inleiding te geven. En niet eens een sprookje te vertellen. Toen ben ik mee opgehouden. Ik dacht, ja. Nee, dat vind ik niks meer. Dat vind ik niks meer. Dat is geen New Age gedoe. Je hou op, zeg. Maar Willem, toen kwamen de fanclubs. Ja, nee. Op een gegeven moment, ik heb een tijd dus in Amerika gewoond. Ja. Toen was ik daar met een meisje aan het praten. Toen zei ik, moet je luisteren. Toen vertelde ik dat hele verhaal. Dat ik er op een gegeven moment mee opgehouden was over die dingen te praten. En toen zei ze, oh, dan moet je een keer met die advocaat gaan praten. Die heeft precies hetzelfde verhaal als jij. Uh-huh. En ik kon niet eens nee zeggen, maar ze had dan meteen gebeld en een afspraak gemaakt. Ja. Dus ik er naartoe, was een schat van een man. Hij woonde in Marin County, weet je wel. Dat is zo'n mooie jachthaven in Los Angeles daar. Uh-huh. En nou, een schat van een man. En ik vertelde mijn verhaal en zei, nou, dat is precies wat ik ook heb. Alleen, ik mocht van mijn vader mocht ik... moest ik de beste op school zijn, dat was een ramp. En ik mocht alleen maar dokter of advocaat worden, vond ik allebei niet. Maar ik ben toch maar weer advocaat geworden. En toen ben ik in de huizen gegaan, in de real estate, zoals het in Amerika heet. En op een gegeven moment had ik 6 miljoen op de bank en ik woonde in een grote villa in Long Island. En ik voelde me kloten. Ja. En dan sprak ik er met de andere buren over en dat was eigenlijk precies hetzelfde. Die zei, je kan niet alles hebben, weet je wel? Dat was wel, weet je wel? Ja. Nou, en op een gegeven moment zei hij, toen ben ik erover, ik dacht dat kan niet. En toen ben ik ermee aan de gang gegaan. En toen ontdekte ik eigenlijk precies dezelfde dingen als jij, waar jij over sprak. Weet je wel, dat alles waar je energie in stopt groeit, weet je wel. En dat je, als je bepaalde ideeën over jezelf hebt, dan komen ze uit. En ik dacht ook, ik ga mijn dieet veranderen, weet je wel. Want ik merkte ook, als je suiker gebruikt, dan daar word je enorm hysterisch van. Suiker is echt een ramp. Nou, dat hielp wel. Ik werd een stuk rustiger als ik geen suiker meer gebruikte. Uh-huh. Vooral kinderen worden helemaal hysterisch met suiker. Ja. En het is gewoon puur vergif. Maar het was niet voldoende, zei hij. Hè. Alleen het voedsel, dat is niet alles. En op een gegeven moment begon hij dus te ontdekken dat als je iets veranderde in jouw kop, dat het dan buiten jou veranderde. Dus dat de macht niet daar is, buiten jou, maar binnen. Uh-huh. Dat van het moment dat jij iets in je denken verandert, verandert alles om jou heen. Nou ja, we zijn dus één met alles en iedereen in feite. Ja. En nu op zero point field en nul punt energie kun je er alles over lezen. Nou ja, hij zei, ik begon proeven te nemen. Ik zei, dat heb ik ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven, zei ik. Daar woonde bij mij, toen ik die krant nog maakte, in de Alexander Boerstraat. Oud-Zuid, om de hoek van het Stedelijk Museum. Daar woonden allerlei jongens, want ik was een vrij groot huis, dus uit de hele wereld kwamen mensen en die konden dus bij ons logeren en zo. Het was heel gezellig, soort commune ligt het wel. En er was één jongen die zei, een Amerikaan, die zei, ik wil hier in Amsterdam wonen, I love Amsterdam. Ik zei, moet je doen? Hij zei, is het moeilijk om een huis te vinden? Helemaal niet, zei ik, ontzettend makkelijk. Als er één plaats in de wereld is waar je meteen een huis vindt, is het hier wel. Ik dacht, kijk wat er gebeurt. Ja. Tot mijn grote verbijstering vond hij in 3 dagen tijd een huis. Ja. Hij begon tegen iedereen te vertellen, Amsterdam jongen, geweldig, vind je zo een huis? Ja. Iedereen zei, ben je maar gek lul. Als er ergens een plaats waar je geen huis kunt vinden. Dus die mensen overtuigen hem niet, ze overtuigen zichzelf. Ja. Dus als die een huis gaat zoeken, vinden ze het nooit. Ja. Toen zei hij, nou, ik heb precies hetzelfde zin, dat is ook toevallig. Ja. Ik had klanten die wilden dan een proces aangaan tegen een man waar ze al jaren een zakenrelatie mee hadden. Had ze een contract gebroken, uh-huh. Pak hem. Dan zei ik, ja, ben je wel je jarenlange zakenrelatie kwijt? Kan me niet schelen, die klootzak. Ik zei, nou. En dan bekeek ik de papieren en dan zei ik, nou, volgende week vrijdag kunnen we beginnen. Je gaat het winnen, want je hebt alle wetten aan jouw kant. Prima. Maar we gaan even een proef doen, ga even zitten. Huh? Ga even zitten. Doe even je ogen dicht.
Hoezo? Doe even je ogen dicht. Neem je man even op school. Ja, zeg hem. Nee, rustig. Maak een klein babytje van. 3 maanden, pijpenkrulletjes. Hij heeft gewoon zijn knietje gestoten, is een beetje narig. Strijk hem maar even over zijn bolletje. Hè? Nou, die man doet dat. Hè? Met kinderen gaat het nog makkelijk, weet je wel. Waar was dit voor? Nee, we zien elkaar. Hij zei niks. We zien elkaar veilig. Hij zei, Willem, in bijna 80% van de gevallen kwam die man met de tegenpartij, soms binnen 2 dagen al bij mij langs, was niet meer nodig. Ja. Had hij per ongeluk een verkeerd nummer gebeld, kreeg hij die man aan de telefoon. Of hadden ze elkaar ontmoet. En ze waren allebei verbaasd van, hoe kan dit? Ja. Toen zei hij, nou, ik zal je vertellen. Je komt hier met een idee, klootzak. Door het idee ga je een klootzak zien. Ja. Je projecteert een klootzak. Ja. Daar wordt die overtuiging nog dieper door. Waardoor je nog meer een klootzak kan zien. Op een gegeven moment wordt het zo ondraaglijk. Ja. Dat je wilde wat aan doen. Ja. Je wilde vanaf. Nou, daar hebben wij geleerd. Proces aan doen, gevangenis in, weg ermee, et cetera. Ja. Maar wat heb jij gedaan? Nou, je overtuiging. Nee, je hebt alleen maar heel eventjes je idee veranderd. Ja, je overtuiging veranderd. Ja, je hebt even een klein schatje van hem gemaakt. Je hebt hem even zacht gemaakt. Moet je kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, daar wilden ze over praten. Ja. Hij zei, binnen de kortste keer had ik een heel huis vol met mensen. Zaten we uren over te praten. Ik zei, dat had ik ook, maar dat wil ik niet doen. Het werkt niet. Nee, precies. Je kan er 1000 jaar over praten. Het werkt niet. Precies als autorijles. Je kan wel een schriftelijke cursus autorijles hebben, maar daar leer je geen autorijden van. Echt niet. Nee. Hè? Dus je moet gewoon net zo lang oefenen tot het in je genen zit. En hoe heb je dat gedaan? Toen zei hij, toen ik na een half jaar zei ik tegen al die mensen, jongens, ik heb er geen zin meer, we houden mee op. Oh, maar het is zo belangrijk. Ik zei, nee, we doen het niet meer. Nee. Hij zei, het enige wat ik wil doen, zei hij, is vanaf volgende week komen we bij elkaar en dan gaan we gewoon in de praktijk toepassen. Niet meer over praten, doen. Ja. Huh? Wat gaan we dan doen? Nou, dat is heel simpel. En je kunt het niet in je eentje, omdat je ziet jezelf via de ander. Dat is mooi, je ziet jezelf via de ander. Ja, je kijkt in de spiegel. Ja. Wat je daar ziet, ben jij. Dus je kan de ander wel veroordelen, maar je veroordeelt jezelf. Ja, tuurlijk. Klaar. Ja. Dus wat we nu gaan doen, is we gaan allereerst proberen om de ander helemaal te accepteren als perfect. Dat is 1. Ja. Nou, hoeft niet te lukken, gewoon proberen. Gewoon eraan wennen. Mm-hmm. Ten tweede gaan we eraan wennen om vanaf nu onze energie te stoppen wat we wel willen. In plaats van wat we niet willen. En ten derde, heel belangrijk, en dat heb je nog nooit gedaan. Je gaat heel even, een korte oefening, terug naar je gevoel. Je voelt gewoon je lijf. Al voel je maar je billen op de zitting, maakt niet uit. Je voelt even je lijf. En je gaat alle gedachten laat je even weg. En je probeert van het gevoel te houden. En, nog sterker, heel linkersoep. Je houdt van jezelf terwijl je dat gevoel voelt. En terwijl je ervoor probeert te houden. Dus laat het helemaal toe, je glimlacht erna. Laat me helemaal toe. Gewoon aan wennen. Hoeft niet te lukken. Proberen zal voldoen. Ja. En nog een paar andere kleine simpele oefeningetjes. Hij zei, Willem, je had het niet voor mogelijk. De week erop begonnen, er gebeurde meteen wonderen. Er gebeurde meteen wonderen. Oké, je vertelde net, je vertelde iedereen van het leven, het is een sprookje, het gebeurt allemaal vanzelf. Je hoeft je niet druk te maken, geld is ook maar een verzinsel. Maar goed, zelf had je nog wat issues blijkbaar. Ja, nee, kijk, het punt was, Ik vertelde dan aan zo'n hele zaal vol met publiek dat vlak voordat ik met een verhaaltje begon, een sprookje, dat alles energie is. En dat alles waar je energie in stopt groeit. Dus daarom werken diëten ook niet. Hè? Als jij een libelle of een magriet dieet gaat volgen, dan word je steeds dikker. Want waar stop je de energie in? Wat zeg je voortdurend tegen jezelf? Ik ben te dik. Te dik, ja, dat wordt bevestigd. En we roepen alle cellen in koor, komt in orde. Ja. Vandaar ook dat ze je op een gegeven moment wijs hebben gemaakt dat je als kind moet verbeteren. Weet je nog? Dat je niet goed genoeg bent. Juist, dan zeg je dus tegen jezelf, ik ben niet goed genoeg. En we roepen de cellen in koor, komt in orde. Ja. En je bent nooit meer goed genoeg. Heb je? En zo gaat het maar door. Dus wij hebben geleerd dat de natuur perfect is. De zon valt echt niet te verbeteren. Nee. De maan ook niet, zo'n boom ook niet. Zo'n grasprietje ook niet, zo'n miertje moet je kijken, wat een perfectie. Ja. Alleen er is 1 uitzondering in de natuur en dat ben jij. Dat zijn de mensen. Ja, wij deugen dus voor geen meter. Ja. Wij moeten dus voortdurend verbeteren. Ja. Nou, als je dus moet verbeteren, ben je alsmaar tegen jezelf aan het zeggen, ik deug niet, ik deug niet, ik deug niet, ik deug niet. Ja, bijzonder hè? Ja,
Dus, ik ken maar heel weinig mensen die vinden dat ze deugen. Ja. Of je deugt pas als. Altijd voorwaarden. Ja, oh, zeker, zeker. Als dit en dit en dit en dit en dit en dit. Ja, en dan nog, als je dat dan tegen ze zegt, zeggen ze, nou nee, het valt wel mee. Dat geloven ze zelf niet. Nee. Ik ken mensen die hebben de top van de ladder bereikt. De topdirecteur van een gigantisch bedrijf. En die vinden zichzelf het stomste creatuur van de wereld. Maar toch is dat lijden, Willem. Ik bedoel, heel veel mensen leven in zo'n staat van constant lijden. Ja. Constant denken dat ze niet goed genoeg zijn. Ja, precies. Maar dat hebben we geleerd. Ja. Dat hebben we dus geleerd. En dat is met autorijden ook. Als je het helemaal geleerd hebt, leer je het nooit meer af. Is er een manier om het af te leren? Nou ja, kijk, dat zat ik dus ook mee, weet je wel. Op een gegeven moment kreeg ik een uitnodiging om alleen maar een inleiding te geven. En niet eens een sprookje te vertellen. Toen ben ik mee opgehouden. Ik dacht, ja. Nee, dat vind ik niks meer. Dat vind ik niks meer. Dat is geen New Age gedoe. Weet je, hou op, zeg. Maar Willem, toen kwamen de fanclubs. Nou ja, nee. Wat ik op een gegeven moment, ik heb een tijd dus in Amerika gewoond. Ja. En toen was ik daar met een meisje aan het praten. Toen zei ik, moet je luisteren. Toen vertelde ik dat hele verhaal. Dat ik er op een gegeven moment mee opgehouden was over die dingen te praten. En toen zei ze, oh, dan moet je een keer met die advocaat gaan praten. Die heeft precies hetzelfde verhaal als jij. Uh-huh. En ik kon niet eens nee zeggen, maar ze had al meteen gebeld en een afspraak gemaakt. Ja. Dus ik er naartoe, was een schat van een man. Hij woonde in Marin County, weet je wel. Dat is zo'n mooie jachthaven in Los Angeles daar. Uh-huh. En een schat van een man. En ik vertelde mijn verhaal en zei, nou, dat is precies wat ik ook heb. Alleen, ik mocht van mijn vader mocht ik... moest ik de beste op school zijn, dat was een ramp. En ik mocht alleen maar dokter of advocaat worden, dat wil ik allebei niet. Maar ik ben toch maar weer advocaat geworden. En toen ben ik in de huizen gegaan, in de real estate, zoals het in Amerika heet. En ik, op een gegeven moment had ik 6 miljoen op de bank en ik woonde in een grote villa in Long Island. En ik voelde me kloten. Ja. En dan sprak ik er met de andere buren over en dat was eigenlijk precies hetzelfde. Die zei, je kan niet alles hebben, weet je wel? Dat is wel, weet je wel? Ja. Nou, en op een gegeven moment zei hij, toen ben ik erover, ik dacht, dat kan niet. En toen ben ik ermee aan de gang gegaan. En toen ontdekte ik eigenlijk precies dezelfde ding als jij, waar jij over sprak. Weet je wel, dat alles waar je energie in stopt, groeit. Weet je wel, en dat je, als je bepaalde ideeën over jezelf hebt, dan komen ze uit. En ik dacht ook, ik ga mijn dieet veranderen, weet je wel. Want ik merkte ook, als je suiker gebruikt, dan daar word je enorm hysterisch van. Suiker is echt een ramp. Nou, dat hielp wel. Ik werd een stuk rustiger als ik geen suiker meer gebruikte. Uh-huh. Vooral kinderen worden helemaal hysterisch met suiker. Ja. En het is gewoon puur vergif. Maar het was niet voldoende, zei hij. Hè. Alleen het voedsel, dat is niet alles. En op een gegeven moment begon hij dus te ontdekken dat als je iets veranderde in jouw kop, dat het dan buiten jou veranderde. Dus dat de macht niet daar is, buiten jou, maar binnen. Uh-huh. Dat van het moment dat jij iets in je denken verandert, verandert alles om jou heen. Nou ja, we zijn dus één met alles en iedereen in feite. Ja. En nu op zero point field en nul punt energie kun je er alles over lezen. Nou ja, hij zei, ik begon proeven te nemen. Ik zei, nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven, zei ik. Daar woonde bij mij, toen ik die krant nog maakte in de Alexander Boerstraat. Oud-Zuid, om de hoek van het Stedelijk Museum. Daar woonden allerlei jongens, want het was een vrij groot huis. Dus uit de hele wereld kwamen mensen en die konden bij ons logeren en zo. Het was heel gezellig, een soort commune leek het wel. En er was één jongen die zei, een Amerikaan, die zei, ik wil hier in Amsterdam wonen. I love Amsterdam. Ik zei, moet je doen? Hij zei, is het moeilijk om een huis te vinden? Helemaal niet, zei ik. Ontzettend makkelijk. Als er één plaats in de wereld is waar je meteen een huis vindt, is het hier wel. Ik dacht, eens kijken wat er gebeurt. Ja. Tot mijn grote verbijstering vond hij in 3 dagen tijd een huis. Hij begon tegen iedereen te vertellen, Amsterdam jongen, geweldig, vind je zo'n huis? Ja. En hij zei, ben je maar gek lul. Als er ergens een plaats waar je geen huis kunt vinden. Dus die mensen overtuigen hem niet, ze overtuigen zichzelf. Ja. Dus als die een huis gaan zoeken, vinden ze het nooit. Ja. Toen zei hij, nou, ik heb precies hetzelfde zin, dat is ook toevallig. Ja. Ik had klanten die wilden dan een proces aangaan tegen een man waar ze al jaren een zakenrelatie mee hadden. Hij had zijn contract gebroken, uh-huh. Pak hem. Toen zei ik, ben je wel je jarenlange zakenrelatie kwijt? Kan me niet schelen, je kloot. Ik zei, nou. En dan bekeek ik de papieren en dan zei ik, nou, volgende week vrijdag kunnen we beginnen. Je gaat het winnen, want je hebt alle wetten aan jouw kant. Prima. Maar we gaan even een proef doen, ga even zitten. Huh? Ga even zitten. Doe even je ogen dicht. Hoezo? Doe even je ogen dicht. Neem die man even op school. Ja, zeg hem. Nee, rustig. Maak een klein babytje van hem. 3 maanden, pijpenkrulletjes.
Hij heeft gewoon zijn knietje gestoten, is een beetje narig. He? Strijk hem maar even over zijn bolletje. He? Nou, die man doet dat. He? Met kinderen gaat het nog makkelijk, weet je wel. En waar was dit voor? Nee, we zien elkaar. Hij zei niks. We zien elkaar veilig. Hij zei, Willem, in bijna 80% van de gevallen kwam die man met de tegenpartij soms binnen 2 dagen al bij mij langs. Was niet meer nodig. Ja. Had hij per ongeluk een verkeerd nummer gebeld, kreeg hij die man aan de telefoon. Of hadden ze elkaar ontmoet. En ze waren allebei verbaasd van, hoe kan dit? Ja. Toen zei hij, nou, ik zal je vertellen. Je komt hier met een idee, klootzak. Door het idee ga je een klootzak zien. Ja. Je projecteert een klootzak. Ja. Daar wordt die overtuiging nog dieper door. Waardoor je nog meer een klootzak kan zien. Op een gegeven moment wordt het zo ondraaglijk. Ja. Dat je wilde wat aan doen. Ja. Je wilde vanaf. Nou, daar hebben wij geleerd, proces aan doen, gevangenis in, weg ermee, et cetera. Ja. Maar wat heb jij gedaan? Nou, je overtuiging. Nee, je hebt alleen maar heel eventjes je idee veranderd. Ja, je overtuiging veranderd. Ja, je hebt even een klein schatje van hem gemaakt. Je hebt hem even zacht gemaakt, moet je kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, daar wilden ze over praten. Ja. Hij zei, binnen de kortste keer had ik een heel huis vol met mensen. Zaten we er uren over te praten. Ik zei, dat had ik ook, maar dat wil ik niet doen. Dat werkt niet. Nee, precies. Je kan er 1000 jaar over praten, het werkt niet. Precies als autorijles. Je kan wel een schriftelijke cursus autorijlessen, maar daar leer je geen autorijden van, hoor. Echt niet. Nee. He? Dus je moet gewoon net zo lang oefenen tot het in je genen zit. En hoe heb je dat gedaan? Toen zei hij, toen ik na een half jaar zei ik tegen al die mensen, jongens, ik heb er geen zin meer, we houden niet meer op. Oh, maar het is zo belangrijk. Ik zei, nee, we doen het niet meer. Nee. Hij zei, het enige wat ik wil doen, zei hij, is vanaf volgende week komen we bij elkaar en dan gaan we gewoon in de praktijk toepassen. Niet meer over praten, doen. Ja. Huh? Wat gaan we dan doen? Nou, dat is heel simpel. En je kunt het niet in je eentje. Omdat je ziet jezelf via de ander. Dat is mooi. Je ziet jezelf via de ander. Ja, je kijkt in de spiegel. Ja. Wat je daar ziet, ben jij. Dus je kan de ander wel veroordelen, maar je veroordeelt jezelf. Ja, tuurlijk. Klaar. Ja. Dus wat we nu gaan doen, is we gaan allereerst proberen om de ander helemaal te accepteren als perfect. Dat is 1. Ja. Nou. Oh. Hoeft niet te lukken. Gewoon proberen. Gewoon eraan wennen. Mm-hmm. Ten tweede gaan we eraan wennen om vanaf nu onze energie te stoppen wat we wel willen, in plaats van wat we niet willen. En ten derde, heel belangrijk, en dat heb je nog nooit gedaan, je gaat heel even, een korte oefening, terug naar je gevoel. Je voelt gewoon je lijf, al voel je maar je billen op de zitting, maakt niet uit. Je voelt even je lijf en je gaat alle gedachten laat je even weg. En je probeert van het gevoel te houden. En, nog sterker, hele linkersoep, je houdt van jezelf terwijl je dat gevoel voelt. Terwijl je ervoor probeert te houden. Dus laat het helemaal toe, je glimlacht erna. Laat me helemaal toe. Gewoon aan wennen. Hoeft niet te lukken, proberen zal voldoen. Ja. Nou, en nog een paar andere kleine simpele oefeningetjes. Hij zei, Willem, je had het niet voor mogelijk. De week erop begonnen, er gebeurde meteen wonderen. Ja. Er gebeurde meteen wonderen. Het blijkt dat jouw lichaam, die wil niks liever dan weer functioneren zoals het bedoeld is. Je geeft het 1 vinger in beneden de hele hand. Ja. Mensen die echt letterlijk zeg maar iets bestellen, zeggen van ik heb dit en dit en de week erop hebben ze het. Ja. Weet je wel? Dus ik dacht, oh, dat klinkt interessant. Ik zei, ik ben morgen in New York, zei ik. Is dat ook zo? Ja, er zijn een pas van de clubjes op. Steeds meer mensen willen dit gaan doen, zegt hij. Ik moet tegenwoordig overal erover gaan vertellen. Nou, leuk. Ja. Dus ik ging naar New York toe en ik kwam daar. En daar zaten inderdaad een aantal mensen in een wachtkamer van een tandarts notabene. En de tandarts zat er dus bij. En mijn man van de gemeenteraad en wat van die lekkere, dikke, zwarte huisvrouwen. Van die mensen die je gemiddeld op straat ziet lopen, weet je wel zo. Ja. En het voelde ook helemaal niet new-age-rig of zweverig. Nee. Zweverig. Het was wel heel, heel reëel. En ze zei op een gegeven moment, wil je nog iets bestellen? Het voelde heel lekker. Ik zei, nou, ik wil ook zo'n clubje. Nee, je hebt zo'n clubje. Ja, maar ik heb het nog niet. Nee, maar als je zegt, ik wil, dan heb je het nog niet. Iemand die zegt, ik wil rijk zijn, is duidelijk niet rijk. Ja. En je stelt neemt alles letterlijk. Oh, oké. Okay. Ik heb zo'n club en het is een groot succes. Dus ik terug naar Amsterdam. Hè, een week of 3 later. En ik had toen de tijd Paradiso opgericht. En Fantasio. Ja, dat was zo'n waanzinnig succes, speciaal Fantasio, dat we dat toen veranderd hebben in een New Age centrum. Ik kwam er verder nooit hoor.
En hoe heette het? Dat heette de Cosmos toen. Uh-huh. En mijn vriendin die had daar onder andere de leiding. Of die zat daar in ieder geval ook. En ik ging er naartoe. Ik zei, moet je luisteren, schat, schrik niet hoor, ik ga een workshopje geven. Jij? Ja. Ik wil alleen maar een paar mensen bij elkaar hebben om zo'n clubje op te zetten. Dus kijken of het werkt. Ja. Maar ik wil dus geen veel publiciteit. Ik wil niet te veel mensen, dus zet het alleen maar in je agendatje. Hè? In je weekagenda of je maandagenda. Nou, dat deed ze. Een klein stukje had ik zelf geschreven. Ik belde één dag van tevoren op. Hoeveel aanmeldingen zijn er? 1. Lekker. Nou, ik dacht dat werkt dus voor geen meter. Nee. Op, belachelijk. Ja, ja. Kom ik daar de volgende dag aan. Ik dacht, weet je wat, dan ga ik die persoon ophalen. Dan gaan we een borreltje drinken. Praat er niet meer over. Ik heb zoveel nieuwe dingen in mijn hoofd. Ik heb nou, forget dit spul, weet je wel. Ja. Nou, wat gebeurde er? Dat er 350 mensen. Ze moesten aan alle kanten stoelen bijdragen. Ja. Nou, ik vertel een hele verhaal. Er waren 36 mensen die dat weekend met mij wilden meemaken. Ja. Heb ik ze verteld in de hoop dat alles waar was. Hoe het werkte. Hè? En ineens waren er 6 van die clubjes. En de eerste week al. Ja. Waren de mensen die hadden een huis besteld, die hadden een huis. Maar goed, als ik dit zo hoor, Willem, sorry dat je onderbreek. Maar dit is gebaseerd op het idee van iets visualiseren, zoals ook in The Secret wordt uitgelegd. Of... Ja, maar dit was ver voordat The Secret er was, hoor. Ja, dit was al veel langer geleden. Ik geloof het graag, maar dat gaat er dus vanuit dat je dus dat dit hier een soort zender is, waarmee je... In contact staat met het hele universum. Ja, waarmee je dingen in gang zet. Ja. Ja. En dat is zo, dat doe je altijd. Ja. Nu ook. Het is niks nieuws, dat doe je hele leven al. Maar goed, de grote vraag is, Willem, waar komen die gedachten vandaan? Die heb je geleerd. Ja, oké. Dat geloof ik. Maar de gedachten van de dingen die je wel wil in je leven, waar komt dat vandaan? Nou ja, kijk, je moet je op een gegeven moment gaan afvragen, en dat heeft te maken met gevoel, wat vind ik echt leuk? Mm-hmm. En je gevoel liegt nooit. Nee. Als jij iets leuk vindt, is het leuk. Ja. En ik weet nog goed dat ik hoe ik van de kaart was. Toen ik begon na te denken, wat zou ik nou het liefste doen in mijn leven? Daar had ik nooit over nagedacht. Dat wordt je niet geleerd. Nee. Hoe zou ik het liefste doen? Je moet geld verdienen. Nee, maar dat wordt gezien als hobby, hè? Kom ja, op, precies, dat is hobby. Je kan toch niet de hele dag gaan doen wat je leuk precies, vindt? Precies, dat doe je maar in je vrije tijd. Ja. Maar bij Philips hebben ze een onderzoek gedaan naar ziekteverzuim. Wat bleek, mensen die het leuk vonden wat ze deden, die waren nooit ziek. Nee, precies. En als jij iets leuk vindt, inspireer je anderen ook. Ja, natuurlijk, dat werkt aanstekelijk. En niet alleen dat, je voelt je niet moe, het voelt niet als werk. Nee, dat is betaalde hobby. Juist, exact. Nou, dus ik begon er gewoon mee met elke week naar zo'n clubje te gaan om eraan te wennen. Ja. Want het blijkt ook dat als jij iets bestelt, als jij je aandacht op en je gaat er moeite voor doen, dan werkt het niet. Dan krijg je moeite. Nee. Als er energie in je stopt, groeit. Ja. Dus het moet je ook niet kunnen schelen. Het is echt wennen hoor. Ja. Het is niet iets wat je eventjes gaat doen. Je moet er echt aan wennen met een paar mensen samen. En vooral die paar mensen samen is belangrijk, want ja... Spiegels, spiegelogie. Ja, voortdurend. Ja, nou, ja. Dus ja, en het interessante was, ik zag allerlei wonderen gebeuren, echt te gekke dingen. Uh-huh. Maar bij mij werkte het niet, voor geen meter. Want ik was altijd maar zo bezig, ik wilde bewijzen, weet je wel, dat werkt voor geen meter. En ik stapte eruit. Uit de fanclubs? Ja, ik had geen zin meer. Ik had geen zin, echt niet. Ik dacht, fuck you. En toen, wat gebeurde er? Een week later ging de telefoon, zat er een hele zaal vol mensen klaar, die wilden ook met die clubjes beginnen. Ja. Nou, dan gaf ik een toespraak, ik heb ervoor betaald ook. En ik ging maar weer naar mijn clubje toe. Was weer geïnspireerd geraakt. Ja. Ik had mezelf weer overtuigd. Ja. Nou, en ik stapte er op een gegeven moment weer uit, want het werkte niet. Zat er weer zo'n hele zaal klaar. Ja. En elke keer als ik uitstapte, zat er een zaal mensen klaar. Ja, een beetje er weer in teruggetrokken. En tegen de tijd dat het bij mij begon te werken, ja, waren er al 60 van die clubjes in Nederland. Fanclubs. Ja. Waaronder 20 in Groningen alleen al. Ja. Nou, Groningen zijn heel nuchtere mensen. Ja. Als je daar even lekker gesmaakt, dan zeggen ze, nou, ik hou het wel binnen. Ja. Weet je wel? Dus ik was helemaal verbijsterd over hoe populair het begon te worden. Ja. En toen het bij mij begon te werken, nou jongen, ik was helemaal verbijsterd. Toen merkte ik dat ik er geen moeite voor moest doen. Ja. Go with the flow. Dat het vanzelf ging. Ja. Maar daar moet je aan winnen. Ja. Maar het wordt ons natuurlijk constant, het tegenovergestelde wordt beweerd. Leven gaat niet vanzelf, maar leven gaat toch eigenlijk gewoon vanzelf. Volkomen. Als je maar luistert naar je gevoel, je richt op wat je werkelijk bezighoudt, wat je werkelijk inspireert, wat je werkelijk fijn vindt. Ja. Dan is het toch eigenlijk één groot feest. En zo ja, hoort het er ook feest. Te zijn. Ja. En toen op een gegeven moment kwam er een meisje uit Bussum. En die
ja, die had vroeger bij de VPRO gewerkt en die had me altijd gehaat. Ja. Met een passie. En die kwam luisteren. Ja, die was zo'n vriendin meegenomen, ze wilde eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar die vond het zo inspirerend dat ze naar me toe kwam en zei van, wil je bij mij thuis een keer ook zo'n verhaal vertellen? Nou, dat heb ik gedaan. En elke maand had ze weer een zaal en een hele huis vol mensen. Ja. En op een gegeven moment zat er zelfs een man van de uitgeverij Strengholt en die wilde een boek. Dus je moet een boek voorkomen voor het bedrijfsleven. Ja. Dit is ontzettend belangrijk. Spiegelografie boek. Nou ja, ik heb het voor het bedrijfsleven toegemaakt. Het heette Wie is hier de baas? Maar toen het klaar was, dacht ik, ik wil dit niet voor het bedrijfsleven. Dat heb ik in mijn fanclubje besteld. Dit boek blijft op de plank liggen. En toen blijft het op de plank? Ja, want als je zegt het komt niet uit, dan komt het wel uit. Ja. Het woord niet werkt niet. Nee. Als hij je nee tegen zegt, krijg je juist, stop je toch energie in. Ja. Als hij je voor wegloopt, loop je rechtop af. Ja. Dus je kunt wel scheiden van die lul, maar de volgende is nog erger. Ja, het blijft je achtervolgen. Ja, het blijft je, tot je er vrede mee sluit, tot je accepteert. Ja, dan gaan er veranderingen komen. Dat is het leuke aan het leven. Het trakteert je altijd wel weer op iets dat je denkt, godverdomme, ja. ik heb niks te willen eigenlijk op dat gebied. Nou ja, nee, kijk, alles wat je vastgezet hebt in je lijf, wat je geblokkeerd hebt en waar je voor weggelopen bent, je lichaam blijft het steeds meer weer oproepen om er vanaf te raken. Ja, die blokkade op te heffen, ja. En daarom is die gevoelservaring zo belangrijk. Als je naar mijn site gaat, willemderiller.com, dan zie je rechtsboven, zie je doe nu de gevoelservaring, dan hoor je mijn stem, dan leid ik je er doorheen. Oké. Okay. Nou, ik ken mensen die dit elke dag even doen. Willemderiller.com. Ja. Even voor de duidelijkheid, die fanclub, daar was ook een website van, toch? Fanclubs.nu? Ja, dat is het barst van de spirologie fanclubs. Oké, okay, moet je maar even van allerlei sites zijn erover, want mensen zijn zo populair. Even opzoeken. En toen, het interessante is, het boek bleef op de plank liggen en een maand of drie later werd er gebeld uit Groningen. Door een vrouw die ook in zo'n clubje zat, die zei, Willem, ik vind het geweldig, ik loop op wolkjes als ik het doe. Ja. Want alleen al het idee, zegt ze, dat je in een clubje zit waar iedereen je accepteert zoals je bent, heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ken ik niet. Nee. Dat kennen we niet. Nee. Nou, ze zei, ik ben een uitgeefster, is daar een boek? Ik zei, nou, toevallig heb ik er eentje liggen, moet ik even veranderen. Ja. Dat heb ik in een week tijd heb ik het omgebouwd. Van Ameland. Iets van bedrijfsleven naar? Naar het handboek Spiegelologie, ja. Die naam bedacht toen ter plaatse. Ja. Nou, het boek is inmiddels aan de 8e druk toe. Ja. En er zijn duizenden van die clubjes in Nederland geweest. Er is ook een cd van, die heb je op Ameland ook opgenomen, toch? In het begin, ja. Ja. En dan hoor je inderdaad rondom allerlei bijen en konijnen. Ja, Spiegelologie cd, dat is echt een aanrader. Er staat zelfs een Spiegelologie rap op van Willem de Ridder. Ja. En de andere cd, Het Leven als Sprookje, is ook opgenomen in Frankrijk. Je hoort ook allerlei natuurverschijnselen om je heen. Ja. Het is echt een prachtig verhaal. Willem, tel er even tot... als je wil, dan stop ik even voor het derde en laatste gedeelte een nieuw rolletje erin. 1, 2, 3, 10. Zo, dan zijn we voor het laatste deel van het gesprek met Willem de Ridder. Een inspirerende man, ik kan niet anders zeggen. Schrijver van onder andere de Spiegelologie. Heeft diverse verhalen verteld die ook op cd zijn uitgekomen. Willem, ik kan me voorstellen dat de mensen nu zitten te luisteren. En dan denk ik, nou, wat een inspirerende man, die wil ik graag een keer ontmoeten of zien ergens in een zaal. Jij praat hierover ook. In zaaltjes en je geeft workshops, toch? Nou ja, het is zo dat als je naar mijn site gaat, willemderiller.com, mm-hmm. Dan kun je linksboven staat agenda, de agenda. Ja. Daar kun je zien wanneer ik weer een toespraak geef. Ja. Bijvoorbeeld volgende week zit ik in Roggeval in de Ardennen. Ja. En in november geef ik weer de 53ste, ik doe er maar een paar per jaar hoor, een workshop in een oud klooster, nou ja, het laatste klooster wat ze ooit in Nederland gebouwd hebben. Ja. Samaya heet dat, in de Utrechtse Heuvelrug, heel mooi. Prachtige omgeving. En zit je daar dan ook te mediteren met mensen? Nee, ben je gek? Nee. Ik vertel het verhaal gewoon. Ja. En dan gaan we zo'n clubje doen. Een fanclub. Maar gaan we dan ook knuffelen met elkaar, of hoe moet ik dat zien? Of hoe... Nee hoor, nee. Het is eigenlijk, waar het op neerkomt, is dat je gewoon aan een aantal dingen moet wennen. Je moet dus A, wennen aan het feit dat je de ander probeert te accepteren. Uh-huh. Dat is heel belangrijk. Eigenlijk jezelf dus. Dus jezelf. Ja, ja. En ten tweede is het heel belangrijk dat je vanaf nu je aandacht begint te richten op wat je wel wil. Dan moet je aan wennen. Dat heb je nooit geleerd. Ja. Dus niet vechten, maar meegaan. Ja, en dat je accepteert wat er is. Hè. Dat je, vanaf nu zeggen we niet meer... Wat overkomt me nu weer? Nee, wat heb ik nu weer gecreëerd? Byron Katie, Loving What Is. Ja, ja precies. Het hoort er allemaal bij. Ja. Niets gebeurt zomaar.
alles heeft met jou te maken. Waarom trekt de ene dit aan en de ander dat? Het heeft te maken met jou. Ja. Dus, en als je het van wegrent, ren je er rechtop af. En het blijft net zo lang terugkomen tot je het accepteert. Ja. En die gevoelservaring, dat is in feite, dan ontkoppel je eigenlijk het idee even van het gevoel. En je weet, ideeën komen en gaan, gevoelens komen en gaan. En op het moment dat je ze loskoppelt, is het verdwenen. Dus jij zegt dat komt een beweging. Ja, dat nare gevoel hou je juist in stand door er constant in je hoofd mee bezig te zijn. Juist, en niet alleen dat, maar door het die naam te geven. Ja. Als je het gevoel benoemt, gevoelens denken niet, echt niet. Nee. Echt niet. En als jij daar een naam op verbindt, zitten die twee vast voor de rest van je leven. Ja. Voor de rest van je leven. Want als jij op een gegeven moment op je sterfbed ligt, en de kinderen zijn om je heen, en die zeggen, nou, pa, dat was een zesje. Meer hoeven ze niet te zeggen. Nee, dan weet je meteen ook. Meteen weet je, komt dat gevoel weer op. Ja. Maar aangeleerd. Maar aangeleerd, ja. Ja. Het slaat nergens op. Nee. Maar aangeleerde onzin. Nou, en je kunt dus wat dat betreft, is het een kwestie van wennen. En afleren dus, als ik jou zo... Nou ja, nee, niet zozeer afleren, want daar ben je er nog steeds mee bezig. Ja, loslaten. Gewoon. Het gaat om aanleren. Ja. Aanleren van? Van aandacht gericht op wat je wel wil. Ja. En ook aanleren om bijvoorbeeld... Kijk, ik zal je een voorbeeld geven, wat ook een heel belangrijk oefeningetje is. Is, wij hebben als kind bijna nooit complimenten gehad. Want we moesten het gewoon goed doen. Ja. Dus ik kreeg voortdurend kritiek. Ja. Nee, Jantje, nee, afblijven. Mietje, niet aankomen. Licht terug. Niet zo naar die mevrouw staren. Sorry, mevrouw. De hele dag door. Mm-hmm. Als een kind het dan goed doet, dan hoort hij niks. Nee, dat is normaal. Als je niks hoort, gaat het goed. Dan gaat het goed. Precies. Ja. Dus we kunnen niet natuurlijk complimenten. Dus als iemand tegen je zegt, goh, wat een leuk t-shirtje heb je aan. 10 tegen 1, dat je zegt, nou, dat is een heel oud ding hoor. Is van de hemel. Ja, dat is een uitverkoopje. Uitverkoopje, weet je, zo. Ga je het meteen bagatelliseren. Meteen. Ja. Nog veel erger is het als iemand tegen jou zegt van, goh, wat heb je toch een lieve uitstraling. Ik denk, maar god, wat wil hij van me? Ja, weet je wel? Die wil met me naar bed. Ja. Dat kan helemaal niet, weet je wel. Dus ja. We zijn helemaal niet gewend aan, we durven ze niet eens te geven, laat staan ontvangen. Weet je wel? Dus er is een speciale afdeling ontstaan in die clubjes. En fanclubjes zijn niet clubjes van die fans van mij zijn hoor, dat zijn fans van elkaar. Ja. Hè? Dan krijg je ineens van iedereen een compliment. En leer je daarmee omgaan? Nou ja, sommige mensen barsten in huilen uit. In het begin hebben ze dat nooit meegemaakt. Nee, nee. Die kregen helemaal een rode kop, jongen. En die weten niet wat ze moeten doen. Ja. En het is dus heel belangrijk om, als je aan de beurt bent om iets te flappen. Gewoon niet van tevoren te bedenken, maar gewoon eruit flappen. Ja. En als je het krijgt, mag je alleen maar dankjewel zeggen. Niet van, nou ja, nee, dat valt op me, nee. Alleen maar dankjewel. Ja. En daar wen je aan. Ja. Het is verbazingwekkend hoe snel je went. En op een gegeven moment merkte ik zelf ook dat je sta in een winkel. En voordat je er erg in hebt, zeg je tegen die mevrouw, goh, wat een leuke tas, mevrouw. En ineens heb je een leuk gesprek. Ja. Want het voelt echt. Ja. Het voelt, ik ben niet bezig van, oh, hoe zal ik dat zeggen? Oh, shit, wat zal ze denken? Nee. Ik ben niet bezig van, oh, hoe zal ik dat zeggen? Oh, shit, wat zal ze denken? Nee. En ook niet met voorbedachte raden. Nee, dat werkt voor geen meter. Nee, dat hebben mensen feilloos door. Hè? Want kijk, qua gevoel, en dat weet je ook wel, ze zijn met elkaar verbonden. Als jij naar een winkel gaat, dan probeer je stiekem iets te verkopen. Ja, heb je feilloos door. Heb je feilloos door. Ja. Als je naar een concert gaat en die muzikanten die zitten daar hun best te doen, dan loop je weg. Ja. Je wil gewoon dat ze in die muziek verdwijnen, verdwijn jij ook. Ja, dat is het, verdwijnen inderdaad. Ja, als je als grieten de hele avond gezellig zitten tetteren met elkaar, het is echt, de woorden blijven niet hangen. Het gevoel blijft hangen, de sfeer. Ja. Ja. Snap je? En daar gaat het om. Ja, het jezelf zijn. Dus je kunt wat dat betreft, je straalt het altijd uit. Ja. Snap je? Of je nou wil of niet, en de ander voelt het. Maar geef er meteen een naam aan. Snap je? Dus het is gewoon een kwestie van je bewust worden van het feit dat het gevoel jou in contact brengt met een immens gebied. Ja. Terwijl denken is een heel minuscuul gebied. Is een soort gevangenis waarin je jezelf hebt opgesloten. Ja. En je weet, gedachten zijn net als konijnen. Eerst heb je er 1, dan heb je er 2 en dan heb je er 20. Ja, hoe meer aandacht je eraan geeft. En ze, ja, maar soms dan, het leeft zijn eigen leven. Ja. En de ene gedachte, we proberen vaak door te denken van alles op te lossen, maar het blijft maar ratelen. Oh, het blijft maar doorratelen. Ja. Weet je? Echt een hele dag. Ja. Ik zie ook wel eens mensen die zitten, dan zit je met ze te praten en dan zie je ze echt zo helemaal door hun kop meegesleurd worden. Dan zeg ik, heb je weer een hersenaanval? Hersenaanval? Ja, dat is een prachtige.
Maar goed, het heeft dus ook geen zin om te denken, oh, ik moet stoppen met denken, stoppen met denken. Nee, dat heeft geen enkele zin. Nee, want dan creëer je nog meer gedachten. Nee, precies. Dan krijg je een soort gevecht in je hoofd. Niet tegen gedachten ingaan heeft geen enkele zin, nee. Maar het is wel zo dat als jij die gevoelservaring even doet en je geeft het warmte, liefde, weet je wel, dan ontkoppel je die twee en dan stromen de gedachten verder en ontkoppel je van het gevoel en dan komt de ruimte. Ja. Als je bijvoorbeeld woedend bent op iemand, ja, ik heb dat zelf meegemaakt hoor, dan stroomt die adrenaline door je lijf, maar je bent met die andere lul bezig. Ja. Je hebt niet in de gaten dat je zelf helemaal opgefokt bent, ja. Maar je projecteert op die ander. Maar het moment dat je heel even naar jezelf teruggaat en je voelt dat gevoel, dat is heel sterk, tot je grote verbazing is het gevoel meteen verdwenen. Ja. En je woede is weg. Ja. En bij de andere dikwijls ook. Ja. Je ziet ook in China, Japan en India, waar ze al eeuwen en eeuwen weten dat alles energie is. Dan noemen ze chi of ki. Ja. Dan zijn al die vechtsporten zijn erop gebaseerd om niet te winnen, maar om het gevecht onnodig te maken. Ja. Wat ze doen is ze verbinden zich met de ander. En ineens valt agressie van weg. Ja. Het is echt te gek voor woorden. Ik heb pas een telefoontje gehad van een vrouw, nog niet zo oud. Die is terminaal. Die gaat binnenkort sterven. En die zegt, Willem, ik doe elke dag 2 keer de gevoelservaring. Ik ben een gelukkig mens. Ja. Ik was helemaal ontroerd. Want ja, je hoorde werkelijk dat ze gewoon het moment accepteerde. En in heel veel gevallen heb ik gemerkt dat de situatie, de fysieke situatie, aan dikwijls nog verbetert ook. Ja. Snap je? Dus je hebt een enorme invloed. Door waar je aandacht op hebt. Maar ja, niet daar buiten jou, maar nee, binnen jou. Binnenin. Wanneer jij hier bij jezelf iets verandert, ja, verandert het daar. Ik wil nog even tot slot een paar dingen die ik nog met je wil doornemen. Ja. Geld. Ik merk bij mezelf dat geld toch angst oproept. En dat merk ik bij veel mensen om me heen. Want als je het niet hebt, is inderdaad de angst. Hè? Van, oh, red ik het allemaal wel deze maand? Maar net zo goed als je het wel hebt, is het weer van, oh, het verdampt op de bank. En ik moet gaan investeren. En ik moet dit en ik moet dat. Is geld niet in onze tijd toch een van de, ja, van de grote gezwellen, om het maar eens zo te noemen? Of zeg je van, nee, dat begint toch bij jezelf. Wat is jouw overtuiging met geld? Want ik heb het ook als ik naar een winkel ga. Ik koop bijna niks. Ook omdat ik bij altijd het idee heb van, ja, ze gaan je bedonderen. Weet je wel? Ze zijn erop uit om zoveel mogelijk aan je te verdienen. En het gaat er niet om goede service te verlenen. Ze willen alleen maar verkopen, verkopen, verkopen. Het interesseert er niks of je wat met dat product kan. Hoe kijk je aan tegen geld? Wat is geld voor jou? Je hebt het eigenlijk een beetje daar straks al verteld. Maar nou ja, geld is natuurlijk ook een uitvinding. Dat is tijd. Hè? Tijd is ook een uitvinding. En je ziet ook, in onze taal, en alle uitdrukkingen met tijd, waar het woord tijd in voorkomt, kun je zo het woord geld ervoor in de plaats zetten. Ja? Ja, hoeveel tijd heb je over? Daar heb ik een hoop tijd in geïnvesteerd. Goh, dat kost een hoop tijd, zeg. Etcetera. Dus daar kun je zo geld voor in de plaats zetten. Tijd is geld. Ja, tijd is geld, weet je. Dus allebei die dingen zijn totale onzin, bedenksels. Verzinsel, bestaat niet echt. Nee. Dus ja, ik heb jarenlang, zoals ik in het begin al zei, heb ik zonder geld gewerkt. Ja. En dingen vielen op hun plaats. Je was hartstikke gelukkig. Ik voelde me fantastisch. Ja. Maar het was ook heel creatief, weet je wel. Want als jij, ik ging dan liften. En in no time zit je weer bij mensen thuis. En heerlijk. Je weer mee. En nieuwe mensen leren kennen. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Ik ken mensen die bijvoorbeeld naar India gaan. En dan wordt ineens wordt al hun geld en al hun traveler checks gestolen. Hele paniek totaal. Ja. Ze komen terug en ze raken niet meer uitgepraat. Ja. Want wat gebeurt er? Ineens komen ze in een dorpje terecht. En worden ze door mensen heel gastvrij binnengelaten. En kunnen ze mee eten. En nou jongens, ze maken dingen mee die ze met geld nooit meegemaakt hadden. Nee. Met geld zit je eigenlijk geïsoleerd. Zit je in hotels en restaurants en weet ik veel. Maar met mensen maak je geen kennis. Nee. Maar het moment dat je geen geld meer hebt, sta je open. En ja, je zult tot je grote verbazing merken dat er een hele nieuwe wereld opent. Ja, je ziet ineens allerlei mogelijkheden. Maar ja, wij zijn er natuurlijk heel bang voor gemaakt. En wat is angst? Angst is een waarschuwingssignaal van jouw lichaam als je het vertrouwen stopt. Als je de liefde stopt, ontstaat de angst. Uh-huh. Dus je weet dat je angst hebt voor iets, vertrouw je het niet meer. Dus begin weer te vertrouwen, tegen beter weten in, fake it until you make it. Uh-huh.
En je zult tot je grote verbazing merken dat de angst verdwijnt. Angst en liefde kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Nee. En in feite, wat zij al eeuwen en eeuwen zeggen, in alle godsdiensten ook, alles is liefde. En wat is liefde? Liefde is een steunsysteem. Het hele universum is een steunsysteem. Ja. Jij zit hier niet zomaar op jezelf. Nee. Jij zit hier dankzij zuurstof, dankzij miljarden bacteriën, dankzij voedsel, waar de hele natuur aan meewerkt. Planten, graan, noem maar zon, op. Zon, ja. Maan, ja. Noem maar op. Alles helpt elkaar. Alles steunt jou. Ja. Snap je? En geen enkele boom staat op zichzelf. Nee, heeft weer water nodig. Precies, precies. Ja. Dus alles in het universum staat tot jouw dienst. Ja. En heeft een functie om jou helemaal te steunen. Nou, het moment dat je het niet vertrouwt, gaat je lichaam je waarschuwen en dat noemen we dan angst. Ja. Op het moment dat je het wel vertrouwt, zul je merken dat zelfs de grootste zogenaamde rampen jou steunen. En dingen bij jou teweeg brengen die je nooit had verwacht. Ik heb een keer in een nachtuitzending in de NCRV, had ik de hele nacht zat ik mee te tetteren met zo'n man. En toen zei ik op een gegeven moment, oh sorry, we hebben net zo'n heel belangrijke mailing, de NCVR opgericht. Ja? Ik zei, niet te verwarren met de NCRV natuurlijk. Ik zei, wat is dat dan, zei hij. Is het Nationaal Comité ter Verwelkoming van Rampen. Wat, zei hij, hoe kun je nou rampen verwelkomen? Ik zei, nou, als je ze verwelkomt, zijn het geen rampen meer. En achteraf zeg je dikwijls, goh, ben ik blij dat het gebeurt. Het is mijn hele leven is veranderd. Want dat stuurde me die kant op, of die kant. Precies. Ja. En dus niet te verwarren met de NCRV, het Neurotisch Comité ter Ramp Voorkomen. Dat is erom vragen. Ja, fantastisch. Ja, want we noemen iets een ramp, maar vaak word je ergens bijvoorbeeld ontslagen en in eerste instantie denk je, oh wat nu? En uiteindelijk blijkt, dan kom je weer die tegen. Ja, en dan precies. Dan ga je echt doen wat je leuk vindt. Zo heb ik ook op de Talk Radio heb ik de Stomme Club opgericht. Stomme Club. En daar mocht je lid van worden en dan kreeg je ook een creditkaart en zo. Als je 3 stommiteiten per dag uithaalde. Nou, mensen wilden massaal lid worden. Ja, zo, eindelijk mochten ze stom zijn. Ja. Heerlijk. Nou Willem, we zijn bijna aan het einde. Ik zou je graag nog een keer terug willen verwelkomen over een tijdje. Als je dat ook leuk vindt. Tuurlijk jong. Je bent een ontzettend inspirerende man en mens. En nou, je hebt heel veel moois te vertellen. Het laatste wat ik nog even wil behandelen is met je iets waar we het begin ook over hadden. Jij zegt, wij mannen zijn bang van vrouwen. Waar is ons dat aangeleerd? Nou ja, er is natuurlijk zo dat sinds kort heeft de vrouw de macht weer teruggegrepen. Ja, je vertelde iets heel moois over de emancipatie. Hè. Ja. Maar ook omdat, jij zegt, de eerste gelovigen, of althans vrouwen waren in de oudheid, werden die een soort van vereerd, toch? Dat absoluut. De oudste beelden die we opgaven zijn godinnen. Ja. En ineens is dat ergens een keer omgeslagen. Dan kwam Jezus. Met de komst van lezen en schrijven is dat gebeurd, hè? Maar dat zal ik de volgende keer wel eens een keer uitgebreid vertellen. Daar gaan we zeker nog eens een keer op in. Maar, ja. Want ja, ik weet, dit is niet op de radio te horen. Dit is op YouTube te zien. En, op ons podcastkanaal. Maar ik denk zeker dat we er wel fragmenten van kunnen gebruiken. Ook voor Veronica. Om een keer een uitzending. Ja. Want je zegt hele rake dingen. Maar ga door, vrouwen. Dus als jij in je een relatie begint. Waar begint dat dan mee? Je wordt verliefd. Mm-hmm. En verliefd worden is een staat van minder toerekeningsvatbaarheid. Zoals je weet. Zeker. En dan zoek je dus met grote zekerheid zoek je dus juist iemand uit die jou precies dat geeft waar je altijd voor weggelopen bent. Waar je de pest in hebt, waar je niks mee te maken wil hebben. Ja. Zo steunt het de hele universum steunt je op die manier. Op die manier kun je er dus vrede mee sluiten. Ja. Je kunt er ook tegen gaan vechten. Relaties zijn de grootste leermeesters. Ze zijn er niet om je gelukkig te maken. Nee. Ze zijn er juist om te groeien. En je wakker te schudden. Precies. En dan is het fantastische als je daar allebei durft zeg maar in mee te gaan. In het helemaal te laten stromen weer. Dan komt er iets heel bijzonders op gang tussen elkaar. Dat is echt fantastisch. En ik heb daar natuurlijk heel veel mee gedaan. Want ik heb natuurlijk ook die hele seksuele revolutie heb ik heel veel mee te maken gehad. En op mijn site willemderille.com staat een hele toespraak die ik pas gegeven heb in Paradiso over de seksuele revolutie. Uh-huh. En Miss Annie Sprinkle, ik weet niet of je haar kent, een beroemde pornoster uit Amerika. Daar heb ik nog een jaar mee geleefd zelfs. En die heeft ook pas een show gegeven in Paradiso, die kun je ook zien op mijn site. En op de WDRO.tv zijn ook nog 3 films van haar. Heerlijk. Dus kortom, er is op dat gebied van alles te beleven. Ja. Maar ja, de vrouw. Ik ken heel veel mannen die bang voor vrouwen zijn. Ja.
Ik ben niet bang voor vrouwen, maar ik merk wel dat het hele intense confrontaties kunnen zijn met dingen waar je soms zelf niet bij kunt. Ja. En dan kun je haar wel kwalijk nemen of weglopen. En er zijn al heel wat boeken over geschreven. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus bijvoorbeeld. En dat wordt massaal gelezen en mensen proberen er uit te komen. En ja, het is inderdaad, ook in die fanclubjes merk je dus op een gegeven moment dat als jij in een woedeaanval komt van de ander en je gaat naar je gevoel toe en je laat het helemaal toe, dat dan de woede bij de ander verdwijnt. Uh-huh. En dat er ineens weer een soort stroomopgang kan komen. Ja. En ja, het kan soms heel diep zitten. En dat kan soms een hele tijd duren. Het is niet iets wat instant even te regelen valt. Nee, tijdens de eerste date. Maar precies, maar dat is wel zeg maar de reden waarom je elkaar aangetrokken hebt. Ja, dat is grappig, hè. Je voelt je aangetrokken tot diegene die je eigenlijk het meest kan leren. Althans, juist. Kan leren waar bij jouw blokkades zitten, overtuigingen. Juist. Ik, mijn vorige vriendin is daar een perfect voorbeeld van. Ik bedoel, ik heb er altijd vervloekt, maar uiteindelijk is het beste geweest dat me kon overkomen. Want zij heeft me echt van mijn enorme ego afgeholpen en ik kreeg maar niet wat ik wilde bij haar. En dat, nou ja. Ja. Prachtig, hè? Mooi. Ja, relaties en vrouwen. Nou, Willem, super bedankt voor je tijd. Ik hoop je graag nog een keer terug te zien hier. Nogmaals even de websites voor mensen die geïnteresseerd zijn. WillemDeRidder.com, daar vind je alles ook over de spiegelogie. Over fanclubjes. Willem als verhalenverteller. Nou ja, dankjewel. Oké, jong. En misschien wordt het tijd om op Veronica ook eens een keer verhalen te gaan vertellen. Of, als het aan mij ligt, graag. En, ik ga of hoorspelen te gaan maken weer eens bijvoorbeeld. Ja. Hè? Hey. Dat is ook nog steeds. Mensen vinden het leuk. Zeker ja. als iemand heel geïnspireerd kan vertellen zoals absolutely. Jij. Absoluut. Oké. Willem, hartstikke bedankt. Oké, jong. Tot de volgende keer. Doei.